Ja, dankjewel. Hartelijk dank voor de uitnodiging op deze Surfnet relatiedagen of reuniedagen, zoals ik zojuist las, te spreken. Om u ook wat nader te informeren over de Brainport Regio Eindhoven en het belang van samenwerking daarbinnen. En hoewel mijn bijdrage vooral gaat over ook de economische kracht en de technologische kracht van de Brainport Regio, gaat het natuurlijk ook vooral om samenwerking uiteindelijk. En ik ben Edgar van Leesternaert en ik vervang wethouder Staf de Pla van de gemeente Eindhoven. Maar dat betekent niet dat ik louter namens de overheid of de gemeentelijke overheid spreek. Het is misschien goed dat dat ik benadruk richting u dat de Brainport organisatie, maar eigenlijk ook de regio zou je kunnen zeggen, wordt aangestuurd door samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. En dat is genaamd de Stichting Brainport en de Brainport Development Organisatie is daar de uitvoeringsorganisatie van. En in dat bestuur van die stichting Brainport nemen zitting Philips, vanzelfsprekend zou je kunnen zeggen, namens de high-tech. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Wim van der Leegte, als representant van de maakindustrie. En ook een vertegenwoordiger van de, wat dan heet, toeleveranciers. Daar kom ik later nog op terug, de industriële toeleveranciersbedrijven. Van de kenniszijde is dat natuurlijk de collegevoorzitter van de TU Eindhoven. Maar ook zijn collega van de Tilburg University. Ook van belang om de relatie te hebben tussen enerzijds techniek en anderzijds de gedragswetenschappen, economische wetenschappen van die kant. En ook natuurlijk law, hè, dus juridische wetenschappen. HBO en MBO onderwijs zijn ook vertegenwoordigd, onder andere in de persoon van Nienke Meijer namens Fontys Hogescholen. Ik zag een robotje van Fontys straks ook even, hij ging liggen dat robotje. Ik dacht hij wordt verschoond, hij krijgt een nieuwe luier, maar hij stond daarna weer snel op. Nienke Meijer was topvrouw van het jaar 2014 aangeduid. Oh, dan ga ik een beetje te snel. Ik heb al wat verklapt. En dat is natuurlijk ook helemaal Brainport. Top. En Rob van Gijssel, burgemeester van Eindhoven. Iemand sprak me net al even aan. Hij was inderdaad zondag ook nog even op televisie. Hij is statutair ook voorzitter als burgemeester van de grootste stad uit de regio van de Brainport-organisatie. En samen stellen zij zich voor de uitdaging om de regio competitief te houden in de concurrentiestrijd die er is met andere kennisregio's in Europa en ook vooral ook wereldwijd. En in dat verband denk ik dat er een hele duidelijke relatie ligt met het thema van deze Surfnet-dagen in de volgende versnelling. Want dat hoor ik ook van bedrijven om mij heen. Hè. There is a need for speed als het gaat om innovatie. Met name ook in de high-tech. Maar bij die need for speed is er ook een noodzaak voor samenwerking. Want alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder. En ja, dat was het eigenlijk. maar niet helemaal natuurlijk. Ik ga je nog wat uitgebreider meenemen in een toelichting op regio Eindhoven en de samenwerking daarbinnen. Ik doe dat overigens met bril en dat heeft twee voordelen. Ten eerste dat ik kan zien wat ik heb opgeschreven. De afstand is te groot, ben ik net tot ontdekking gekomen en gelukkig had ik mijn bril bij me. Voor het eerst sinds de zomer heb ik hem op. En het tweede is dat ik ook minder goed herkend word als ik opgenomen word op televisie. Maar goed, dat terzijde. In 2010 noemde de Eurocities-organisatie, dat is de Europese organisatie van grote steden in Europa, de regio Eindhoven of de stad Eindhoven eigenlijk, vanwege het beste samenwerkingsmodel. En in 2011, misschien had u er al van gehoord, is regio Eindhoven aangemerkt, Brainport aangemerkt als slimste regio van de wereld door de Intelligent Community Forum. Waar jaarlijks zo'n 300 high-tech regio's in de wereld eigenlijk meedoen aan een soort van, ja, laten we zeggen, prijsvraag en uitverkiezing. We waren bij de laatste 7, overigens de 3 voorgaande jaren ook. En de derde keer lukte het om ook benoemd te worden als laatste 10. Dat is ook een beetje het ritme. Je weet ook niet wat de volgorde is. Je bent van die laatste 7 of nummer 1, of je bent gewoon lid van de laatste 7. En ik ben ook heel blij dat we niet meer hoeven mee te doen. Het is een soort van alumni-status die we nu hebben. En dat brengt ons in een rijtje van hele bijzondere regio's wereldwijd. Zoals Riverside, California, Toronto, Taipei, Seoul, Singapore. Nou, laten we zeggen een perfect rijtje waar Eindhoven mooi in past. Maar het is goed om slim te zijn, maar het is natuurlijk nog beter om ook geld te verdienen en ook maatschappelijk nut te hebben van de slimmigheid van de kennis die je in handen hebt. En daarom waren we erg blij toen begin dit jaar Financial Times
aangaf dat voor wat betreft Europa, na Londen en Helsinki, Eindhoven de beste regio is voor bedrijven vanuit buiten Europa om in te investeren. Als je in de economie, als je je bedrijf wil uitbreiden naar deze regio, naar de Europese regio. Dan is ook dat dus weer een mooi rijtje. Je ziet hier de top 8. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat Amsterdam op 9 stond, maar daarom hebben we hem daar ook afgeknipt. Maar slim zijn en sterk zijn is één. Maar van Darwin weten we dat niet de slimste wezens, nog de sterkste wezens in die end overleven. Het gaat er ook om adaptief te zijn. En om zeg maar aanpassingsvermogen te hebben, om te gaan met de veranderingen die komen gaan. En dat is een wezenlijk punt wat ik eigenlijk zou willen maken hier. En dat aanpassingsvermogen heeft veel van doen ook met die samenwerking. En hoewel Brainport misschien heel modieus klinkt als term, het is ook een beetje een marketingterm zou je kunnen zeggen, hij doet het in ieder geval goed, heb ik net gezien, realiseren wij ons iedere dag, en zeker afgelopen week ook, dat wat we nu hebben aan economische kracht en technologische kracht voortkomt uit een lange traditie. Een traditie van mechanica en elektronica en ook designdisciplines. En hier ziet u afgebeeld de industriële voorvaderen van de Brainport regio Eindhoven. En u herkent ze natuurlijk. In ieder geval middenin, denk ik. Weet u wie het is? Ja, Anton Philips inderdaad. Linksboven ziet u overigens Gerard Philips. Rechtsboven ook twee broers, de gebroeders Hup en Wim van Doorne, de grondleggers van DAF. En rechtsonder ook weer twee broers, de grondleggers van het Netschroefconcern in Helmond. Ook een aardig bedrijf. Als u een BMW rijdt toevallig, dan zit daar in ieder geval bevestigingsmateriaal in vanuit deze firma in Helmond. Wel toevallig overigens overal twee broers. In ieder geval bij Philips was het heel duidelijk zo, de gebroeders Philips, dat de een de techneut was, de uitvinder Gerard, en de ander de zakenman. En dat is ook een discussie die wij nog steeds ook in de regio iedere dag eigenlijk hebben. En wat ik net ook al een beetje aanstipte. Hoe zorgen we nou dat we niet alleen kennis tot ontwikkeling brengen, dingen bedenken, nieuwe technologieën zeg maar ook tot ontwikkeling brengen, maar dat we daar ook markt en ook toenemende mate maatschappelijk nut van maken. Er staat ook een geestelijke afgebeeld op deze slide. Weet iemand wie dat is? Helemaal stil. Hij had trouwens goed gepast hier in deze zaal, ook om een beetje te preken eigenlijk voor jullie. Het is de pater Gelagus van den Elzen, grondlegger van uiteindelijk de wat nu heet Rabobank en ook de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. En heel vroeg eigenlijk al, hè, dus hebben we het al over 1850 omstreeks, bracht hij op het, dus laten we zeggen, de schrale zandgrond de boerenstand bij elkaar en leerde ze ook daar samen te werken en sterker te staan ten opzichte van afnemers en corporaties. En in 2012 was het jaar van de corporaties en ook in dat jaar hebben wij ook twee nieuwe samenwerkingsverbanden, corporaties opgericht. Eén namens de suppliers, de Brainport Industries geheten, en één namens bedrijven, kennisinstellingen, overheden, verzekeraars en dergelijke rondom medische technologie. Op die eerste kom ik straks nog heel eventjes terug. De Brainport regio is ook een regio die al heel vroeg te maken heeft gehad met zware klappen in de economie. Met de gevolgen eigenlijk van internationalisering en ook het uitplaatsen van banen naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dat had natuurlijk ook mee te maken met het feit dat het businessmodel van de bedrijven lange tijd gebaseerd was op, laten we zeggen, arbeidskracht, op volume. Werknemers naar binnen, meer productie, producten naar buiten. En eigenlijk al in de jaren 70 ontstond de klad in dat model en ook een behoefte om nader te specialiseren in, laten we zeggen, die onderdelen van de industrie, van het portfolio van deze bedrijven en uiteindelijk ook andere bedrijven, waarin meer toegevoegde waarde te realiseren is. En dat proces gaat eigenlijk nog steeds door. Maar het principe van een crisis, daarover zeggen wij eigenlijk in de regio, never spoil a good crisis. Want een crisis brengt mensen ook bij elkaar. En tenminste dat kan, als je genoeg goed leiderschap daar ook op hebt. En het bij elkaar brengen van die mensen kan ook ervoor zorgen dat het weer een impuls is naar de volgende stap van samenwerking die je moet hebben. En wat dat betreft staan wij natuurlijk nu voor een uitdaging, want wij voelen aan alle kanten dat we ook in de Brainport regio Eindhoven toe moeten naar weer een volgende stap in ons samenwerkingsmodel. Maar economisch gaat het eigenlijk
In ieder geval voor de industriesectoren, ik heb het niet over bouw en andere zaken en zorg, maar voor de, in ieder geval voor de industriesectoren best nog steeds heel goed. En dat blijkt ook uit deze gegevens. Als je ook even over een iets bredere timespan kijkt. Hè, afgelopen 10 jaar is de groei in de regio boven het nationaal gemiddelde. Eigenlijk sterker nog, in de periode 2003-2013 groeide de regio, de omvang van de regionale economie, 1,5 keer zo hard als het nationaal gemiddelde. En we deden het wat dat betreft ook als beste jongetje in de klas van Nederland. Er was slechts 1 regio die ons voorbleef op dat punt. En dat was Flevoland, wat ook te maken heeft natuurlijk met de bevolkingstoename daar. Maar die groei is een prestatie van formaat. Zeker als je realiseert dat in 2008 met de financiële crisis en natuurlijk later ook de 2009 en met name ook 2010 de gevolgen van de industrie dramatisch waren als het ging om hun verlies van omzet. De regionale economie in Eindhoven en omgeving in 2009 komt met 6,5%. En dat zijn natuurlijk enorme klappen. Misschien kunt u zich nog herinneren, ASML ging terug in omzet van 4,5 miljard naar iets onder de miljard. Dus dat zijn natuurlijk enorme schommelingen. Overigens, als het gaat om het belang van crisis om samenwerking te bespoedigen, er is geen 1 industriële toeleverancier van ASML omgevallen in die afgelopen crisisperiode. En dat was natuurlijk een eerdere crisis, 2000, maar zeker ook 1993 wel anders. En de regio zit nu ook weer op een gezond traditioneel groeipad en voegt 28 miljard toe aan de BV in Nederland. En we zijn ook heel erg blij met het feit dat het aantal starters en ook de publieke R&D-uitgaven is toegenomen. Want in toenemende mate zullen we het natuurlijk ook daarvan moeten hebben. En niet alleen maar van de reuzen, laten we het zomaar even zeggen, die voor een deel ook voortgekomen uit Philips en Philips zelf in de regio gevestigd zijn. En die performance leidt ook in toenemende mate tot nationale erkenning. In ieder geval tot schouderklopjes, ook vanuit het kabinet. En tot een zienswijze waarin ook min of meer gezegd wordt van, als het neerkomt op het economisch verdienvermogen van Nederland, dan zit dat vooral ook in 3 economische zones die elk een beetje een eigen oriëntatie hebben. En die ook niet met elkaar hoeven te concurreren. Ze spelen elk in hun eigen league, om het zo maar te zeggen. De airportregio rondom Amsterdam natuurlijk met media, ICT, zakelijke dienstverlening, finance. De brainportregio rondom Eindhoven met high-tech en ook maken van complexe machines met hoge toegevoegde waarde. En de zeehaven, de seaportregio rondom Rotterdam met energie en chemie en daar ook natuurlijk de transport aan verbonden. Dus dit is een ABC'tje. Airport, brainport, seaport. En wat ons betreft verkoop je zo ook Nederland in de rest van de wereld. En dat klinkt ook wat beter dan we have 9 or 10 top sectors. Maar dat is even een persoonlijk statement. Overigens vind ik ook dat je hier zeker de greenports met de agrokant aan toe kan voegen. En jullie weten als geen ander dat op elk van deze onderdelen van economische activiteit ICT een hele belangrijke rol vervult. En ik ga zo meteen wat nader in op wat dat betekent in de high-tech omgeving. Dat is niet slim. ICT. Wat is dan de bijdrage nog heel eventjes van de Brainport-regio Eindhoven aan de innovatiecapaciteit van Nederland? Nou, staat uitgebeeld op deze slide. Zo'n 5% van de Nederlandse bevolking is woonachtig in het gebied waar we het over hebben. Maar het levert wel bijna 1/4 van de private investeringen in research en development en 38% van de patenten aanvragen en jaarlijks. En op niveau van die patenten kunnen wij ons ook prima meten met onze competitors, in ieder geval in Europa moet ik daarbij zeggen. Nummer 2 Stockholm en nummer 3 München laten wij achter ons. Het is wel zo dat de patentbasis in de regio Eindhoven smal is en vooral ook uit ICT komt, daar heb ik zo nog wat gegevens over. Terwijl bijvoorbeeld een omgeving als, laten we zeggen München, naast elektronische industrie ook heel erg stevig staat op een ander been, namelijk de biotech. En met name die combinatie is in toenemende mate interessant om tot nieuwe toegevoegde waardeconcepten te komen. En dat is ook voor ons als high-tech regio een inspiratiebron om vooral ook die contacten ook te zoeken met het materialencluster in de buurt van Amsterdam of in de buurt van Zuid-Limburg met de agrokant, met de gezondheidseconomie en technologie van bijvoorbeeld Utrecht en omgeving. Een belangrijke
ja, laten we zeggen, locatie in de Brainport-regio is de Hightech Campus Eindhoven. Iemand van u wel eens geweest? Ja, ik zie toch al heel wat vingers. Ja, dan nog ook wel wat zieltjes te winnen, zie ik. voormalige site van Philips. Dat natuurkundig laboratorium is daar oorspronkelijk gevestigd. Het zat eerst in de binnenstad en in 1953 is het naar Waalre verhuisd. Dat was het dorp wat toen eigenaar was van dit gebied. Groot hek eromheen met de punten naar binnen overigens. Want Philips was niet bang dat mensen van buiten naar binnen zouden klimmen. Ja, wat moesten ze gaan doen? Vissen in die vijver daar? Nee, ze waren natuurlijk vooral bang dat die, laten we zeggen, de kennis van buiten, van binnen naar buiten de poort over klom. Dit was in de tijd dat Philips dacht van nou, alle slimme mensen die ik wil dat die voor mij komen werken, die komen ook voor mij werken. En als ze voor mij werken, doen ze ook allemaal nuttige dingen die ik nodig heb voor mijn product. En dat beide zijn natuurlijk niet waar. En helemaal op het einde kom ik daar nog heel even op terug. Hightech Campus is dus de slimste vierkante kilometer van Nederland, zoals ze zich noemen. Het is een privaat eigendom van de Chaletgroep. Marcel Boekhoorn heeft de locatie, de site, overgenomen van Philips. Er zijn meer dan 130 bedrijven gevestigd en binnenkort 131 als Philips zich opsplitst. Er zitten global companies, zoals Philips en ASML en NXP, dat zijn dan de Nederlandse namen. Maar ook IBM en ABB en Wipro zijn daar gevestigd. Tech Mahindra, Texas Instruments, Intel, nou hartstikke mooi allemaal. Ook toegevoegd sinds een week of twee is Medtronic. Die hebben een bedrijfje Sapiens overgenomen, wat aan deep brain stimulation doet. Een pacemaker voor de hersenen maakt. Sapiens dus overgekocht, $200 miljoen hebben ze daarvoor neergelegd. En gelukkig, they're here to stay. Ze maken van die locatie ook een Europese R&D center. Naast die grote companies zijn er ook kleine bedrijven gevestigd. Startups hebben ook een paar aparte gebouwen voor. En ook het bijna beroemde, zou ik bijna willen zeggen, Startup Bootcamp programma is neergestreken op die locatie voor een specifieke, laten we zeggen, andersoortige programmering, wat heet Startup Bootcamp Hightech Excel. En naast kleine companies en grote multinationale bedrijven is er ook een hele verzameling van kennisinstituten. Het Holst Center, vernoemd naar professor Holst. Hightech Campus ligt ook aan de professor Holstlaan, oprichter van Philips Research. Soliance, TNO, IMEC, ACN zijn daar gevestigd. Forschungsinstituut Jülich, misschien bij u bekend vanwege de supercomputer in Jülich. Doet ook mee, met name op zonnecelonderzoek overigens. En het Taiwanese ITRI. En het is eigenlijk een ideale verzameling van labfaciliteiten. Waarbij alles erop gericht is om daar ook die samenwerking te bevorderen. Door in ieder geval voorzieningen te delen. En dat gaat zelfs zover dat de bedrijven geen parkeergarages hebben onder hun gebouw. Die zijn gesitueerd in een lokale strip. Om de mensen die werken op de Hightech Campus, en dat zijn er zo'n 10.000 van 80 verschillende nationaliteiten, in ieder geval twee keer per dag van auto naar kantoor uit te nodigen. Of te noodzaken om over straatniveau naar hun kantoor te gaan. Overigens, alle kantoren en bedrijfsruimtes hebben ook geen kantines en ook geen vergaderruimtes voor meer dan 20 mensen. Die zijn weer gelokaliseerd in een andere strip. Dus om even 's middags te eten moet je ook weer de deur uit. Dus er zijn in ieder geval vier momenten per dag dat je elkaar mogelijk zou kunnen treffen. En om dat nog meer te bespoedigen is er een architectonisch plan wat voorschrijft dat alle gebouwen verdiepingshoog glas moeten hebben. En ze hebben zelfs het concept van transparante bos bedacht, wat ik zelf geniaal vind. Door boompjes heel dicht bij elkaar te plaatsen gaan ze heel snel de hoogte in, geen takken. Dus je kan er zo doorheen kijken, zeker omdat ieder jaar 10% afsterft. Nou, wat vindt u daar verder? Natuurlijk allerlei andere voorzieningen, zoals wat eigenlijk niet. Je kan producten eten van bioboer Abe uit lokale nabijgelegen Gennepen parken, maar ook een curry eten van een echte Indiaanse currykok. En ze hebben ook een hairdresser gespecialiseerd in Aziatische haardrachten. Maar goed, dat terzijde. ICT. De Brainport-regio Eindhoven met die R&D-cijfers en met name ook die patenten, dat is voor een belangrijk deel ook ICT gerelateerd. En hier staan ook daarover wat cijfers. Ik hoop dat u het kunt lezen. In atlas van ICT-activiteit in Europa staan we op de negende plek. Het gaat hem niet zozeer om die ranking, maar het gaat me vooral om aan te geven dat high-tech, het maken van complexe producten, in toenemende mate ook een ICT-aangelegenheid is. Dat geldt ook voor die patenten en dat geldt dus ook voor de wereldwijde ranking, om het zo maar te zeggen. Vallen mij overigens wel een paar
bijzondere regio's op die hierin staan. En ik vraag me ook af, waarom in godsnaam moet Shenzhen zoveel patenten vestigen op het gebied van IT? Maar daar zal vast een bijzondere verklaring voor zijn. Als u hem hebt, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Waar ik nog even naartoe wil, zijn een aantal andere karakteristieken van de Brainport-regio. Die enerzijds uniek zijn, maar anderzijds ook zeker zijn kwetsbaar en in die zin ook een zorg zijn naar de toekomstige ontwikkeling toe. En dit is er denk ik wel eentje van die heel erg prominent speelt bij ons. En dat is de verhouding tussen publieke en private R&D, die nogal scheef is zoals u hier kunt zien. Publieke R&D in toenemende mate is stut de private R&D van bedrijven die wat zeg maar, op de meer korte termijn hun focus hebben als het gaat om het ontwikkelproces van kennis naar product. En daar gaat ook voor een belangrijk deel die strijd over tussen die verschillende kennisregio's. Als u ziet dat meer dan 8% van het regionaal product besteed wordt aan research en development ontwikkelingen, dan is dat uniek in Europa. Zeker als je kijkt naar die verhouding, 1 staat tot 7 ongeveer, is dat uniek. En dit vraagt me wel eens af of dit model ook vol te houden is. En dit is ook een reden voor ons om in Den Haag te claimen om sowieso meer te doen aan research en development activiteiten vanuit de publieke zijde. Dus zwaarder te investeren op technologische ontwikkeling bij universiteiten en in bepaalde onderzoeksinstituten en onderzoeksrichtingen. Om ook, laten we zeggen, groeikansen te bieden voor toekomstige bedrijvenclusters. Want in deze research en development uitgaven zitten natuurlijk vooral ook de bijdrage van de grote companies. Die geven geld om research en activiteiten te bekostigen. Maar dat doen kleine bedrijven natuurlijk niet. Je ziet dus overigens die grote bedrijven. Kleine bedrijven die innoveren op een andere manier, maar die hebben ook in toenemende mate, zeker als ze in de high-tech actief zijn, behoefte om goed in te tappen op publieke kennisinfrastructuur, kennisorganisaties, publiek-private samenwerkingsverbanden. Ik noemde er net al een paar en u kent er in uw regio op andere gebieden misschien ook een heel aantal. Kleinere bedrijven innoveren door Michael of Martin achter in de werkplaats op vrijdagmiddag een paar uur te laten aanklooien en daar komen ook hele mooie dingen uit voort. En als dat wat serieuzere bedrijven worden, dan is dat ook wat meer dan aanklooien, om het maar even zo te zeggen. Dat wordt uiteindelijk dan ook serieus werk rondom een volgende generatie product of dienst. En dat wordt ook wel, laten we zeggen, voor een deel gesupport door de Nederlandse overheid. De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is daar een hele belangrijke in. Maar als je echt tot, laten we zeggen, werelddominantie komt, zul je meer in huis moeten hebben. Want zul je op bepaalde vlakken ook, nou, laten we zeggen, tot technologische standaardvorming moeten komen. En die je dus ook moeten alliëren met consortia, groepen, waar ook andere bedrijven op eenzelfde basis sleuteltechnologie, laten we zeggen, ontwikkelen en gezamenlijk de schouders zetten om die economische en technologische ontwikkeling verder te brengen. Weet iemand wat dit is voor een machine? Heel erg stil. Niemand? Een waverstepper. Ja, het is een deel van de waverstepper van ASML. Klopt. Nieuwste in zijn soort. Weet iemand wat het kost? Ja, ik ook niet, maar ik heb hem laten vertellen 100 miljoen. Maar hij is nog niet geleverd aan de klant. Ja, wel de prototypes, maar nog niet het hele werkende apparaat. En weet u hoe het werkt? Ja. Ja, ik heb me dat ook inderdaad eens uit laten leggen. Het was een heel complex verhaal inderdaad. Het gaat met extreme ultraviolet laserlicht. En dat krijg je door een laserstraal op een minuscuul moleculair tin druppeltje af te schieten. Het probleem is wel dat je dat tin druppeltje eerst moet afplatten. En dat je dat licht dan op moet vangen op spiegels. Die komen dan van Zeiss uit Duitsland. En dat allemaal overigens in diep vacuüm. Dus, en ik heb me ook door ASML laten vertellen dat het een hele uitdaging is. En dat er dus inderdaad honderden mensen ook mee bezig zijn om die technologie als het ware te bewijzen. Maar de reden waarom ik hem hier even neerzet is zo'n machine van 100 miljoen. Complexe product op aarde, zeggen ze in Veldhoven bij ASML. Het wordt niet alleen door ASML gemaakt, maar door een hele keten van bedrijven. Van toeleveranciers. En zo werkt een beetje die high-tech industrie. Waarbij kleine bedrijven toeleveren aan wat dan heet original equipment manufacturers. Aan grotere bedrijven die een eindproduct op die wereldmarkt afzetten. En die kleinere bedrijven zijn
heel interessant en misschien niet zo bekend bij u. Hier staan ze als first-tier suppliers opgelijst, of althans een aantal daarvan, die in ieder geval aan twee of meer van de grote Nederlandse original equipment manufacturers toeleveren. Bedrijven als KNWE, Newways of NTS Groep horen daarbij, of Wilvo uit Bergijk. Kan zomaar. En die groep die groeit snel, ook in omvang, maar ook in slagkracht. En die zorgt er ook voor dat die grote bedrijven ook hun maakactiviteiten voor een belangrijk deel in Nederland behouden. En veel meer dan bijvoorbeeld bij Duitse bedrijven zijn de grote bedrijven ook genegen om een groter deel van hun productiewaardeketen over te dragen of over te laten aan die toeleveranciersketen. En dat maakt eigenlijk dat een bijzonder economisch innovatief weefsel is. Dat noemen we dan innovatie-ecosysteem. Ik had die term geloof ik al eerder gebruikt. Overigens het ook interessant is dat deze groep van middenbedrijven ook zwaar investeert in eigen faciliteiten, maar ook in eigen research en development en ook in toenemende mate nieuwe klanten werft in het buitenland en ook met eigen producten op de markt komt. En dat is een hele interessante ontwikkeling, denk ik. Is wel een uitdaging bij, namelijk hoe zorg je nou voor dat die kosten van research en development uiteindelijk betaalbaar blijven? Want die kosten die hebben de neiging om harder te stijgen dan de gemiddelde bedrijfsomzet. En in die zin is er ook een heel spel gaande onder de naam open innovatie om vooral ook die kosten in control te houden. En die dingen die niet echt essentieel zijn voor je concurrentiepositie, maar wel nodig zijn om verder tot ontwikkeling te brengen, om die zoveel mogelijk groepsgewijs te doen. En een heel mooi instituut, ik noemde het straks al, wat daarmee van doen heeft of wat daar zich op richt, is het Holst Center, waar naast Nederlandse bedrijven, klein en groot, in het overgrote deel ook buitenlandse bedrijven een onderzoek voor doen. En het is zelfs aanleiding geweest voor Samsung uit Korea en ook Panasonic uit Japan, om maar even twee te noemen, maar ook chemische bedrijven uit Duitsland en Verenigde Staten, om hun research teams over te brengen naar de high-tech campus en gezamenlijk onderzoek te doen, in dit geval naar flexibele elektronica. Dus dat zijn, laten we zeggen, folies die bijvoorbeeld licht geven of zonlicht omzetten in elektriciteit. En dat past helemaal in de traditie, dan ga ik langzaam naar een afronding, van de ontwikkeling die de regio doormaakt van, laten we zeggen, pure research. Die tijd dat, zeg maar, de campus van Philips of de locatie van Philips Research omgeven was door dat grote hek met die punten erop. En er één eigenaar was, Philips, naar een open innovatieomgeving waar bedrijven en vooral kennisinstellingen in toenemende mate hun research capabilities delen met elkaar. En dat gaat natuurlijk verder. Dat gaat verder in een volgende periode waarin je in toenemende mate ook researchactiviteiten, onderzoeksactiviteiten ziet en tot stand ziet komen in samenwerking met de gebruikerskant. Ook dicht bij omgevingen waar, laten we zeggen, de toepassing en de marktrijpheid echt van bepaalde nieuwe producten en technologieën echt gevoeld wordt. En daar heb ik zo meteen ook nog een voorbeeld van. In het kader van samenwerking richt die Brainport Stichting zich dus op een integrale strategie, waarin alle onderwerpen die ik zo net even heb langs laten komen, tegelijkertijd van belang zijn. En op elk van deze, laten we zeggen, cruciale voorwaarden om concurrerend te blijven en adaptiviteit te ontwikkelen, zullen we in de komende tijd een extra stap moeten maken. Dat geldt rondom arbeidsmarkt en talent en de flexibiliteit in die arbeidsmarkt. Dat geldt rondom kleinere bedrijven die sneller volwassen moeten worden en ook de samenwerking tussen bedrijven klein en groot. Dat geldt rondom technologie en het meer ook naar die gebruikerskant toe brengen van technologie. En dat geldt ook voor een stukje omgevingskwaliteit, de bereikbaarheid van de regio en goede verbindingen ook met andere delen in Nederland, waar andere kerncompetenties aanwezig zijn die in elkaar, in crossovers met high-tech tot nieuwe verdiencapaciteit voor Nederland kunnen leiden. De tijd is te kort om op elk van de eerste drie punten een voorbeeld te noemen. Dus ik laat even één voorbeeld nog zien en dat betreft die arbeidsmarkt. Want heel toevallig, en ik sta hier natuurlijk voor een groep van ICT geïnteresseerden en betrokkenen, hebben wij als Brainport Development in opdracht van de Europese Commissie zelf een onderzoek ook gedaan naar digital jobs, naar ICT-behoeften en in Europa en hoe die verhouding eigenlijk heel scheef is tussen enerzijds wat gevraagd wordt aan competenties onder de brede noemer van ICT en anderzijds waar vraag en aanbod zitten in Europa.
En als u daar meer informatie over wil hebben, overigens kunt u mij nog aanspreken. Dan breng ik u in contact met een collega. Zover gaan wij dus ook. Dat wil zeggen dat we ook in Europese context goed kijken naar de arbeidsmarktsituatie voor ICT. In dit geval is dat misschien nog een wat grover begrip. Maar uiteindelijk zoeken we natuurlijk ook cruciale competenties. Bij voorkeur natuurlijk in Europa. Ook vanwege de eenmarktgedachte en het gemak ook wat er is om werknemers vanuit Europa, Europese landen, op een arbeidscontract aan de slag te krijgen. Maar om die, laten we zeggen, die arbeidsmarktontwikkelingen te analyseren. In dit geval dus met de Europese brancheorganisatie en de Europese Commissie. Ja, wat u hier ziet, het zal u misschien niet verbazen, is dat, dat de gevraagde ICT-competenties vooral, laten we zeggen, wat meer de complexe kant op gaan, met name die analysekant. Wat we ook wel zien binnen de universiteit, bijvoorbeeld Eindhoven, met het initiatief om het Data Science Center op te richten, vooruitlopend ook op behoeftes van de markt die nadrukkelijk gevoeld worden. En dat het ook vooral ook gaat om de embedded ICT daarbinnen. Meer nog dan, laten we zeggen, wat hier benoemd staat als de ICT-practitioners. Of practitioners. Nou, en die balance is zowel naar aard als naar omvang is natuurlijk scheef in Europa, met vooral een verwachte enorme vraaggroei in Duitsland en UK en direct daarna ook in Nederland. En in veel mindere mate in Oost-Europa en in Spanje ook met name. En er lopen op dit moment ook een aantal verkenningen om te kijken of we iets aan die vraag-aanboddiscussie kunnen doen. Dat zullen we ook voor een deel moeten, want als niet, laten we zeggen, op deze cruciale vestigingsvoorwaarden, talent, onszelf naar een volgende stap kunnen ontwikkelen, dan zullen we zien dat langzamerhand ook industrie en dus ook industriële activiteiten Nederland verlaten. En vooral ook, ik wil niet zozeer zeggen naar deze gebieden gaan, maar vooral ook eerder dan ook naar Azië verdwijnen. En dat willen we onder andere natuurlijk voorkomen. Ik wil het hierbij laten. Volgens mij ben ik dan nog enigszins binnen de tijd gebleven. En heb ik een beetje opgeschept en ook een beetje u onderhouden over samenwerking en innovatie. En, ik hoop dat het ook wat dat betreft aan die verwachtingen voldeed. Dank u wel.